allemaal, welkom bij mijn kanaal. Ik ben Anjani en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe video. Ik ga jullie laten zien wat er in mijn tas zit. Dit is de What's in my bag work edition video. Dit is de Lulu van Yves Saint Laurent in volgens mij large. En ik heb de suède versie hiervan. Ik heb deze vorig jaar augustus, september volgens mij aangeschaft. Ik heb eerst via de website een blauwe versie besteld omdat ik iets met een andere kleur wilde. En toen dacht ik nee, ik wilde eigenlijk al heel lang een suède zwarte tas hebben. Toen heb ik hem teruggestuurd, heb ik deze besteld, ben ik super blij mee. In de winkel bij de bijkoop zeiden ze ook doe het nou niet, want suède wordt heel snel vies, dat is ook zo. Maar ik heb gewoon een suède reiniger die ik af en toe gebruik en dan poets ik hem en is helemaal mooi. Hij is heel groot. Ik gebruik deze tas dus ook best wel veel nu voor werk. En ik ga jullie laten zien wat ik dan allemaal bij me heb. En wat er dus nu ook in deze tas zit. Nou, dit is mijn tas. Zoals je kan zien, als je hem beweegt, zie je een beetje vegen. Maar dat hoort bij suède. Dit is de binnenkant. En dit is de achterkant. Hij heeft geen vak aan de achterkant. Dat zou ik wel wat fijner vinden. Maar dit is dus bij dit model anders. Zoals je kan zien, is dit wat er allemaal in mijn tas zit. Best een hoop. We beginnen met mijn zonnebril. Dat is deze, die heb ik laatst gekocht. Van Jimmy Choo. Die heeft hier wat steentjes. Ik had in de zomer vorig jaar een bruine. Niet in de zomer, toen ik naar Dubai ging heb ik een bruine gekocht. Ik vind het hoesje ook heel erg mooi. Dus die heb ik in deze tas altijd bij me, omdat die groot genoeg is. Ik heb hier ook mijn portemonnee. Dit is mijn Zara wallet en hij is best wel groot. Je kan er, als je wilt, ook je telefoon in doen. Deze past trouwens ook in een paar van mijn kleinere tassen. Maar in deze is hij gewoon, past hij perfect. Zoals je ziet is hij dus nu heel ruim. Ik heb hier een tasje met mijn make-up erin. Ik kijk gewoon steeds wat voor tasje ik heb. Ik wil mijn make-up liever niet in die tas gooien. Ik heb ook mijn AirPods. Ik heb trouwens, ik heb een nieuwe iPhone en die zit aan de achterkant. Je hebt zeg maar een groter vak, dan heb je hier een binnenvak. En dan heb je een tussengedeelte en nog een achtervak en het achtergedeelte doe ik vaak mijn telefoon. Ik heb de iPhone 13 Pro. Ik heb dus nu heel cute een matching iPhone hoesje en een matching AirPod case van Ideal Sweden. Ik heb ook een handcreme in mijn tas. Ik heb hier een haarborstel. Deze heb ik van Esra gekregen. Dit is dus een haarborstel en een spiegeltje. Vind ik heel handig. Die bewaar ik in mijn tas. Oké, dit zijn mijn troepjes. Maar ik heb hier keelsnoepjes en een dadelkoekje. En twee haarsveldjes. Nou, nu is de voorkant helemaal leeg. In mijn binnenvak heb ik medicijnen. En nog wat meer. Kijk, medicijnen en nog wat meer keelsnoepjes. Mijn autosleutels, die doe ik meestal in de binnenkant zodat ze niks kunnen beschadigen. Je ziet trouwens wat make-up hier, maar dat kan ik nog verwijderen als ik wil. Aan deze kant hier heb ik een boekje van werk. Goede ideeën van Anjani. Deze heb ik van mijn manager gehad. Hierin kan ik dus gewoon aantekeningen maken als ik een overleg heb. En ik heb niet mijn laptop bij me, dan kan het dus in deze. Dan is dat vakje leeg. Dan heb ik ook nog mijn werktelefoon. Die zit er ook bij. En in het achterste vakje heb ik ook nog mijn paspoort zitten. Nu kan je de hele binnenkant zien. Dit zijn alle vakjes. Dit zijn dus alle spullen die in mijn tas passen. Best een hoop zoals je kan zien. Je kan natuurlijk indelen hoe je wilt. Maar dit zijn de dingen die ik meeneem als ik naar kantoor ga. Want ik heb daar een eigen laptop, dus je hoeft niet in deze tas mee. Als je deze video aan het kijken bent, heb je er waarschijnlijk helemaal niets aan. Volgens mij is deze tas niet meer verkrijgbaar.
Maar het is misschien wel handig als je een andere tas van Yves Saint Laurent in zwerven of in general. De verkoper had gelijk. Het is niet de beste tas om te hebben. Leer is veel duurzamer in gebruik. Wordt niet zo snel vies. Je kan het makkelijker schoonmaken. Ik moet echt opletten dat ik geen viezigheid aan mijn vingers heb voordat ik hem aanraak. Want je ziet het meteen. Maar desondanks ben ik nog steeds heel erg blij met deze tas. Ik had al zoveel leren tas en ik wilde echt een tas die een beetje anders was. Dus... dit was mijn What's in My Bag video, de work edition van de Yves Saint Laurent Lulu in medium suede zwart. Mocht je deze video leuk vonden, vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. En laat ook een leuke reactie achter. Als je nog vragen hebt, kan je het gewoon vragen. En ik hoop dat jullie weer naar de volgende video zullen kijken. Bedankt voor het kijken.